Welkom, dit is de 11e aflevering van 26 minuten en 34 seconden, de podcast van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is augustus 2023, mijn naam is Laura Westendorp en naast me zit Mark Hanouw. En vandaag praten we over het onderzoek kansen rondom het spoor met Lieke Belsma, de auteur van dit rapport. Welkom Lieke, fijn dat je er bent. Dankjewel. Treinstations en spoorlijnen zijn er al bijna twee eeuwen. Inmiddels vormen zij vaste eikpunten in het landschap. Toch veranderen deze plekken. Momenteel ontwikkelen verschillende marktpartijen en gemeenten plannen om beter gebruik te gaan maken van het gebied rond spoorknooppunten. Doel is om de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid van stad en regio te verbeteren. De door Lieke uitgevoerde studie verkent de bijdrage die deze gebiedsontwikkelingen aan een duurzame stedelijke ontwikkeling op de lange termijn kunnen gaan leveren. Lieke, voordat we de diepte ingaan, vertel eens even iets over jezelf. Wat voor onderzoeker ben je eigenlijk? Ik ben een onderzoeker die vooral kijkt naar de ruimte. Ik doe dat vanuit mijn achtergrond als geograaf en architect. En ik kijk naar patronen die er zijn ontstaan, beleid daar en heeft en dat soort zaken. Is het belangrijk voor jou dat je ook architect bent? Dat is zeker van belang. Doordat ik architect ben, kijk ik naar nuances en kan ik ook ja, het gebruik van de ruimte wat makkelijker lezen dan andere onderzoekers hier bij Planberen. Ik ben ook benieuwd, Lieke, want het gaat over spoorknooppunten, jouw laatste onderzoek. Ben jij zelf ook een treinreiziger? Ik ben zeker een treinreiziger. Ik ben natuurlijk een rijksambtenaar en die reizen altijd naar hun werk per spoor. Dus ik zit regelmatig in de trein. En ik moet zeggen dat ik het ook een heel prettige manier van reizen vind, omdat ik dan ook in de gelegenheid ben om af en toe wat door te werken. Je gaat ook in de weekenden vakanties met de trein, of dat dan niet? Dat ligt eraan, naar het buitenland wel. Eh, want je hebt hele mooie verbindingen naar Frankrijk bijvoorbeeld, maar verder in de, in de weekenden niet echt. Het onderwerp van je studie, waar we nu naartoe gaan, is ja, de kansen rondom knooppunten. Waarom spoorknooppunten en knooppunten in het algemeen? Dat is omdat er momenteel het nieuwe ruimtelijk beleid voor woningbouw en verstedelijking zich concentreert rondom die plekken. En daarom is het belangrijk om, om te weten wat voor type plannen worden er gemaakt en wat kunnen die. Plannen aan de ruimtelijke kwaliteit toevoegen aan regio's, aan steden. Die plannen worden momenteel vooral ontwikkeld door marktpartijen, ProRail, NS, vaak ook in combinatie met de gemeentes. Ruimtelijke kwaliteit, wat bedoelen we daar eigenlijk mee als planbureau? Ruimtelijke kwaliteit is een breed begrip. Het gaat erom dat er natuurlijk een ruimte functioneel moet zijn. Dus iedereen moet daar kunnen vinden wat hij nodig heeft. Scholen, ziekenhuizen moeten natuurlijk bereikbaar zijn. Anderzijds gaat het er ook om een prettige woonomgeving. Is er voldoende groen? Kan je ergens prettig verblijven? Voel je je veilig? Dus het is een heel breed begrip. Het heeft ook vooral ja, in, so, in sociale zin is het heel uh, van belang natuurlijk voor gemeentes. En gaat het vooral over efficiëntie en van de ruimte. Ja, dus of het ergens prettig is, of, of het makkelijk is, of het goed is. Dat is de ruimtelijke kwaliteit. Ja, vanuit gebruikers gezien, maar vanuit uh, ja, overheden en gemeentes gaat het natuurlijk eerder over zaak van kunnen we efficiënte omgevingen maken waar mensen prettig kunnen verblijven, maar ook. Uh, waar je misschien zaken efficiënt kan regelen. Wat is een voorbeeld van zaken efficiënt regelen? Daar, dus heel veel ruimtelijke beleid gaat altijd over een meervoudig ruimtegebruik. Dus dat je zaken bundelt. Vooral knooppunten zijn daar geschikte locaties voor. En dat is natuurlijk heel, heel goed streven, omdat je daardoor het aantal verplaatsingen vermindert. Anderzijds vraagt het wel iets aan het ontwerp van zo'n plek. Want je moet ook tegelijkertijd die prettige ruimte voor mensen kunnen garanderen. Dus het is, het is nogal een opgave omdat dat zomaar zomaar te willen doen. En uh, ruimtelijke ordening, ruimtelijk ontwerp wordt dan uh, erg belangrijk... om het, om het ook goed te, te laten werken voor iedereen. Kansen rondom het spoor is de studie genoemd. Wat zijn die kansen? Wat is jouw conclusie? De belangrijkste conclusie geweest van je onderzoek? Conclusie is dat investeringen op dit soort uh, plekken... Heel veel verschillende doelen kunnen dienen. En ook een bijdrage kunnen leveren aan de aan de leefomgeving van van een stad en maar ook van een regio. Omdat daar zoveel mensen langskomen. Dus dat het heel belangrijk is om heel goed te letten op ja, de, de ruimtelijke kwaliteit die daar wordt gerealiseerd. En of het ook passend is in de betreffende context. Ja, dus er zijn veel kansen rondom het spoor. Zeker. Maar er moet goed over nagedacht worden. Zeker, ja, ja. ja. Om dit te onderzoeken heb je een eerdere door het PBL ontwikkelde methode gebruikt. Welke methode was dat? Dat is de methode van planobjectivering. Uh, die heb ik samen met drie collega's ontwikkeld in 2013. En het is een aanvulling op de maatschappelijke kostenbaatanalyse, dat is een analyse methode. Waarmee ruimtelijke investeringen. Dat zijn ook vaak grote investeringen, vaak in infrastructuur of andersoortige projecten, eh, om die investeringen te evalueren. En het bleek dat het heel moeilijk was om de ruimtelijke baten, zoals wij dat noemen. Dus de, of de ruimtelijke kwaliteit die ontwikkeld wordt in dat soort projecten, of dat wel geschikt is voor die locatie. Dat was heel moeilijk te meten in zo'n maatschappelijke kostenbatenanalyse. Dus daarvoor hebben wij dat die methode planobjectivering ontwikkeld. En, en hoe werkt die methode dan? Even heel in het kort. Ja, de methode is eigenlijk uh, niet meer dan een, een stedenbouwkundige scan. Hè. Dus uh, als ik het uitleg aan stedenbouwkundigen, zeggen ze: van Oh, is dit alles? Maar wat blijkt, dat heel veel ja, andere ruimtelijke disciplines niet op zo'n manier over ruimtelijke ingrepen denken. Ze denken vooral in spreadsheets en cijfers. En concrete ruimte komt gewoon heel slecht in. Aanbod. Dus wat het, eh, wat het is, eh, de methode, is eigenlijk dat het op verschillende schaalniveaus kijkt: op het schaalniveau van de plek zelf, op het schaalniveau van de stad, eh, wat doet de plek in een stad en ook op het schaalniveau van de regio. Hoe kan de, de verbetering van deze plek bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit eh, op al die schaalniveaus? En wat is de winst om dan te kijken naar die verschillende schaalniveaus? De winst is dat er een dat juist die samenhang op die verschillende bestuurlijke niveaus, maar ook functioneel en sociaal. Dat, je de, dat er een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling ontstaat op regionaal niveau, waarbij je niet tien dezelfde plekken maakt waar mensen heen willen, maar dat er ook verschillende plekken ontstaan. Dat de plekken die je ontwikkelt, dat die heel goed aansluiten met de... Directe context. Hè. Dus als je een knooppunt hebt vlakbij een natuurgebied, dan wil je die misschien uh, veel meer voor stedelingen ontwikkelen die daar ook bezoek brengen in plaats van forensen, dat soort zaken. Hè. Dus mm -hmm. dat er, ja. ja. ja dus je, je denkt eigenlijk na over uh, de rol van het knooppunt zelf en hoe het eruit zou moeten zien, maar ook de verhouding tussen de verschillende knooppunten in een regio. Ja, ja. en kon je de, die methode die jullie in 2013 hadden ontwikkeld, zo zomaar gebruiken ook voor die? Spoorknooppunten of moest je daar nog aanpassingen op doen? De methode zoals we hadden ontwikkeld in 2013 was echt een evaluatiemethode van uh, grote, uh, grote in investeringen. Hoe we het nu hebben ontwikkeld was het meer het, het kijken naar uh, ja, nieuwe oplossingsrichtingen. Dus we, we keken met deze methode ook mee met de, de ontwikkelaars van de plannen om, om te zien of die plannen ook verbeterd zouden kunnen worden en, en uh, waar de knelpunten zaten. Dus we hebben het daarvoor eh, niet zozeer een evaluatie gemaakt, maar meer een verkenning, waarbij we eerst keken samen met, met de betrokkenen of de plannen ook eh, andere doelen zouden kunnen dienen dan alleen ontwikkeling van het spoor. Eh, ja. en, en dus begrijp ik dan nou goed dat je ook iets meer naar voren bent gaan zitten in het, in het proces? Of? Uh, ja, zeker. zeker. Dit, is, uh, dit is een fase. Voordat deze plannen ontwikkeld worden. En het is eigenlijk ook een soort analyse van kansen en risico's van de gebiedsontwikkeling voor dit soort plekken. Welke knooppunten heb je dan onderzocht? We hebben drie verschillende knooppunten onderzocht, die ook echt in een totaal andere stedelijke context zitten. Eén knooppunt is Utrecht Centraal. Een heel verdicht en druk knooppunt. Het andere uiteinde hebben we Steenwijk onderzocht. Een heel landelijk knooppunt, uh, vlakbij de Weerribben en Staphorst uh, gelegen. En we hebben ook het station Rotterdam Feyenoord XL uh, onderzocht, de plannen daarvoor. En wat heeft dat voor een kenmerk? Feyenoord XL uh, is onderdeel van een regionale strategie van de rotterdam om verstedelijking echt op specifieke plekken buiten het centrum ook te plaatsen. En Feyenoord XL is een hele grote verstedelijkingslocatie. Waarbij, ook, hè, waar wo waarbij woningbouw wordt gekoppeld aan uh, ook verplaatsing van het stadion. Hoor ik daar dan drie verschillende type spoorknooppunten in? En was dat zo bewust gekozen? Jazeker. We hebben eigenlijk gekozen voor een complexe casus. Waar heel veel vervoersbewegingen bij elkaar komen. Waar ook sprake is van enorme verdichting, dus echt congestie. Daarnaast hebben we gekozen voor een voorstadstation, zoals Feyenoord XL... waar natuurlijk andere problematieken spelen. Het is een typisch perifere locatie met ook een heel grote publiekstrekker... maar waar ook verstedelijking moet gaan plaatsvinden de komende tijd. En helemaal aan het andere eind van het spectrum, Steenwijk... Wat eigenlijk een klein stadje is, maar waar ook woningen bij gaan komen. En andere voorzieningen die bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. En die veel meer landelijk is gelegen. Hè. Dus waar je ook, waar, waarbij het station ook toegang zou kunnen bieden aan het landschap. Wat daar natuurlijk volop aanwezig is met prachtige vaarwegen naar de weerribben en dergelijke. En ja, mooi gekozen? En heb je dan ook gelijk zeg maar, een heel ander beeld over de ruimtelijke kwaliteitsopgaven die dan bij die drie stations spelen? Zijn die heel verschillend? Die zijn zeker heel verschillend. De opgaven zijn verschillend omdat natuurlijk in de grote steden, in de randstad, daar enorme woningaantallen moeten worden gerealiseerd. En in, in steden als Steenwijk is dat veel geringer en, en is die ontwikkeling ook veel gebalanceerder. Maar je ziet ook dat, dat de omgeving waar dat plaatsvindt ook andere ontwikkelingen vraagt. Dus aanwezigheid van aantrekkelijke landschapsverbindingen, parken is natuurlijk ook heel belangrijk als je een prettige omgeving wil maken. Is er dan een heel groot verschil zeg maar, in de opgave tussen Utrecht waar je misschien dat groen wil gaan inbrengen in die stationsomgeving en dan bijvoorbeeld Steenwijk waar, het groen, ja, waar de stationsomgeving eigenlijk in het groen ligt? Ja, zeker. Uh, dat geldt voor groen, maar dat geldt natuurlijk ook voor het type verstedelijking wat je wilt toevoegen. Met verstedelijkingen, je, ga, je gaat woningen introduceren. En wat voor type woningen zijn dat? Uh, worden die gemengd met werken? Uh, wat voor type voorzieningen ga je realiseren? Zijn die alleen voor bewoners of ook voor bezoekers? Dat betekent nogal iets voor de openbare ruimte, maar ook voor het buurtgevoel van bewoners. Dus het is... Uh, ja, al die aspecten moeten eigenlijk bekeken worden. En ook ja, wat passend is op die plek. Ja, want Utrecht is natuurlijk de afgelopen jaren enorm op de schop gegaan. Het hele ja. winkelgebeuren daar is nieuw. Je hebt zo'n mooie brug nu over het station, ja. wat nieuw is. Ja. Is daar dan nog heel veel ruimte voor nog meer ontwikkeling? Of is, is dat gebied eigenlijk al helemaal uitgenut? Ja, het is gebleken, ook in de loop der tijd. Hè. Wij hebben die uh, plannen zijn dan al weer twee jaar geleden. En Utrecht zelf heeft ook al besloten van dat het uh, misschien beter is om te gaan verdichten op andere plekken dan op dat centrale station, ook mede, namens de, vanwege de congestie die daar plaatsvindt momenteel. Dus het is al heel vol en druk. Het is heel vol, het is heel druk. Ze hebben problemen met fietsen, met uh, bussen. Er gebeurt van alles rondom het station. Dus het is misschien niet de meest. Een makkelijke plek om uh, verstedelijking of verdichting toe te passen. En nu is het ook zo dat, uh, dat de varianten die zijn onderzocht in de studie ook het toevoegen van groene ruimte vooral was op, op die plek. Ja, dat zou daar nog wel aardig zijn. Zeker, ja, daar is echt uh, ook behoefte aan. Een, ja, een beetje open, grote, groene plek uh, voor de stad. Ja, en er zijn natuurlijk wel heel veel spoorknooppunten die misschien een voorbeeld kunnen nemen aan een van de casussen die je hebt onderzocht, waar nog heel veel ruimte is voor heel veel braakliggend terrein, oude industrieterreinen misschien ja. die op de schop gaan. Ja, nou wat wel interessant is aan uh, oude industrieterreinen, die hebben we niet, niet zo direct onderzocht, maar wel bij Steenwijk bijvoorbeeld, zit er wel een klein insteekhaventje met ook wat kleinschalige industrie. Dat zie je natuurlijk. Heel veel bij uh, he, aan de achterkant van stations. Dat is zeker een kans. En niet alleen om uh, relaties te leggen met het omliggende landschap. Uh, en nieuwe manieren van, uh, van watertransport misschien te ontwikkelen of pleziervaart. Maar ook om misschien uh, nieuwe vormen van wonen en werken te ontwikkelen. Daar is, uh, in Steenwijk was dat ook uh, wel degelijk het, het streven van de gemeente om dat gebiedje te herontwikkeling. Uh, met behulp van uh, lokale ambachten uh, en ook uh, mbo-scholen. Om, om dat gezamenlijk op te pakken. Dus dat is, dat is wel degelijk een kans. Even terug naar je onderzoek zelf. Hè. Hoe heb je die methode van de planobjectivering nou toegepast in die drie stationsomgevingen in, in Utrecht, in Feyenoord XL en in Steenwijk. Wat ben je gaan doen? Um, nou, omdat het een verkenning betrof en uh, het ging om het verbreden van het perspectief op de opgave. Hebben we naast de belanghebbenden bij de planvorming ook voor de helft betrokkenen uit de omgeving of experts uitgenodigd die meedachten over hoe de plannen zich zouden kunnen verbreden. Dat hebben we gedaan in een werksessie waarbij we dus op verschillende schaalniveaus die verbreding hebben benoemd vanuit de verschillende perspectieven van de mensen die aan tafel zaten. En vervolgens uh, ja, die plannen verder aangescherpt en aandachtspunten benoemd. Dus dat was eigenlijk een gesprek met een aantal deelnemers. Lukte het om over die schaalniveaus van station, stad en regio heen te denken, konden mensen dat? Uh, daar moet je natuurlijk wel de juiste personen voor uitnodigen. Uh, dus uh, we, we hebben ervoor gezorgd uh, dat van, uh, vanuit provincies, ingenieursbureaus, dat daar voldoende kennis aan tafel zit en ook lokale kennis, om dat soort uh, aspecten in te brengen. En hey, al die gesprekken, wat heeft dat jou voor eye-opener opgeleverd? Voor mijzelf, dat dat vooral vanuit verschillende perspectieven naar zo'n opgave te, te kijken en ook dat, dat vanuit de betrokkenheid te doen, dat dat enorme meerwaarde oplevert. Wat zijn dan die verschillende perspectieven die je hebben geholpen in dat inzicht? Bij een knooppuntontwikkeling wordt natuurlijk vooral gekeken vanuit het vastgoed en, en de knoopwaarde van het transport in relatie tot uh, ja, vierkante meters. En wat je, eh, wat je ziet uh, door het toevoegen van perspectieven vanuit uh, groen, maar ook uh, vanuit de buurtbinding, nieuwe voor- en na maar ook voorzieningen, specifieke voorzieningen of uh, scholing, door, door dat soort zaken te komen. Aan zo'n uh, knooppuntontwikkeling kan je echt veel meer betekenen voor voor de hele stad en de regio. En gaat het niet alleen om een gebiedsontwikkeling waar geld verdiend moet worden. Wie kan de inzichten uit jouw studie gebruiken? Ik denk dat het heel goed gebruikt kan worden. Uh, naar de werkwijze kan gebruikt worden in dit soort processen. Hè? Dus het openen van, uh, van perspectieven op een opgave. Maar ik denk ook gemeentes die uh, voor zo'n opgave staan. Uh, en die zich herkennen in, in deze locaties, die zouden er, daar de resultaten ja, kun, kunnen bekijken. Of dat ook van toepassing is op hun gemeente. En ja, overigens zie je dat er al heel veel gemeenten heel goed bezig zijn uh, in Den Landen. Met het ja. combineren van perspectieven. Zeker, zeker, ja. ja heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou, bijvoorbeeld NsGd is is bezig, ja, om op een hele strategische manier na te denken over het ontwikkelen van knooppunt, ook met uh, nieuwe mobiliteitsconcepten. Ik weet dat Dordrecht uh, daarmee bezig is. En er gebeurt van alles. En als er nou iemand luistert van de gemeente Diemen, die denkt, hé, hey, dit is een goed idee voor uh, voor station Diemen of station Diemen-Zuid. kunnen die dan bij jou terecht om dit toe te passen, of kunnen ze dat zelf? Ja, ze kunnen altijd uh, hier terecht, maar uh, ja, ze kunnen het ook zelf kijken of ze, of ze zoiets kunnen ontwikkelen. Ja, ik denk uh, dat dat allebei mogelijk is. En er is ook een bureauspoorbouwmeester, begrijp ja. ik. Hoe kijken die naar deze studie? Ik denk dat zij het voor hun ook heel waardevol is. Een spoorbouwmeester die kijkt altijd een beetje binnen de contouren van het station. En deze studie die kijkt juist net daarbuiten. Dus ik denk dat deze studie een goede aanvulling kan zijn op, op hun werk. Deze publicatie is nu klaar en is zoals altijd te vinden op onze website www.bbo.nl. Wat is er sindsdien met jouw studie gebeurd? Uh, we hebben hele interessante discussies gehad, onder andere met uh, CPB uh, en uh, Centraal Planbureau. Centraal Planbureau en... Uh, Vakgroep uh, Gebiedsontwikkeling van de TU Delft ja. over de ontwikkeling van, van dit soort locaties. Binnenkort hebben we ook een ruimtedialoog bij het PBL. Waar dit, 9 november? Ja, waar dit uh, onderwerp van gesprek is, waar we een sessie aan wordt gewijd. En ook het programma Mooi Nederland heeft momenteel een studie lopen op dit onderwerp. Mooi Nederland van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. Ja, precies. Een mooi stuk dat helpt om Nederland beter in te richten. Dank daarvoor. Lieke, wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu een essay aan het schrijven over ontwerpend onderzoek in ruimtelijk beleid. Dat raakt een beetje aan dit onderwerp. En ik hoop dat dat eindes van het jaar uitkomt. Nou, wellicht zien we je dan nog een keertje terug bij ons als dat uit is gekomen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van 26 minuten en 34 seconden. Laura, wie komen er binnenkort? bij ons langs? Nou, we hebben een gesprek gepland met Christian Lennart... collega over de effectiviteit van de FINEX-wijken. En ik begreep dat Jan Matthijssen... onze expert regionale energiestrategieën ook Nog aan de beurt komt. En we hopen uh, half november een podcast te maken met uh, Marco Hekkert, onze directeur, en Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau, over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's uh, op hun leefomgevingseffecten en uh, de keuzes die het CPB daarbij in kaart brengt. Ja, die natuurlijk hun eigen analyse maakt van de verkiezingsprogramma's. Maar voor nu bedankt voor het luisteren. Dank je, tot... wel, Dank je wel, Lieke. Ja. Graag gedaan. En tot de volgende keer bij 26 minuten en 34 seconden de podcast van het planbureau voor de leefomgeving.